De burgemeester van Aarsen van Den Haag kan het aantal terugkerende jihadisten niet aan. Hij zou ze moeten deradicaliseren, maar dat gaat niet lukken. En dus vindt hij dat het Rijk het moet doen. Ja, nou nee, ja, het is uiterst zorgelijk natuurlijk. Hè. Als, een, als een burgemeester van een grote stad als Den Haag al zegt: van ja, ik, ik kan dit niet aan. Den Haag zegt dit, Amsterdam is er al jaren mee bezig. Uh, kijk eens even naar je, naar je buurman in Amsterdam. Het is weer die van Aertsen. die zijn werk weer niet doet. Ja, nee. Het is... Nou, het is wel een flop burgemeester zo langzamerhand zeg. Die jihadisten als ze terugkeren, dat heb ik al vaker gezegd, dan moet je ze in ieder geval niet zomaar even weer uh, de gemeente in laten komen en een huis geven. Nee, dan nee, moet... Dat zegt ook niemand hè? Dan moet je ze het liefst in de bak zetten en dan moet je ze in ieder geval screenen en uh, deradicaliseren als dat kan. Ja, en nu moet de gemeente dat doen en Van Aertsen zegt, ja dat kan ik niet. Nou, volgens mij moeten we dat gewoon samen doen, de gemeente en het Rijk. Van aartsen snapt het niet. Van aartsen zegt dommer dan dom... dat hij nu gaat zeggen van het Rijk moet het maar op gaan lossen. Nou, het Rijk kan het ook oplossen, maar dat kan alleen maar door de jihadisten te laten gaan... de grenzen te sluiten en grenscontroles in te stellen. Niks van gedwongen opname en dergelijke. Hij vindt dat, je, dat in ieder geval wij uh, daar de regie over moeten hebben. Wij het Rijk. Wij het Rijk, dus ik het Rijk. En uh, we denken daar bijvoorbeeld aan, uh, aan ISD, dat is, is een... Uh, penitentiaire opvang voor stelselmatige daders. Centrale opvang? Ja, dat is het wel. Vindt u dat een goed idee? Nou, minister Opstelten is sowieso volstrekt incompetent op dit punt. En uh, je moet ze helemaal niet terug laten keren. En dat is wat Van Aartsen nu zegt. Je moet ze terug laten keren en dan opvangen en dan gaat de staat dat regelen. En daarom zeg ik, Van Aertsen is gewoon wat dat betreft een hele domme man. Heeft u het nog onder controle? Heeft u de veiligheid nog uh, in handen? Nou, wij, dan... ja, dat bent u voor aangenomen? Jazeker. Uh, het antwoord is daarop dat uh, u weet dat de dreigingsanalyse is uh, substantieel. Dat betekent dat een, uh, dat een aanslag ook in Nederland uh, kan plaatsvinden. Ik vraag me sowieso af waarom dit soort mensen niet gelijk opgepakt worden en waarom ze rondlopen in de maatschappij. Dus uh, we gaan daar heel stevig debat over aan. Want, uh, deze tikkende tijdbommen wil je niet over straat hebben lopen. Uh, Mijn vraag was of u nog de boel onder controle heeft. Ja, ik wel. Wie niet? Ik, gewoon, uh, nou, uh, wij, wij zijn als overheidsautoriteiten daar uh, strak mee aan de slag. Moeten we niet gewoon uh, rotte Plaat platen uh, een hek omheen gooien. en daar al die jongens in zitten? Kijken uh, hoe het afloopt. Nou, dat is een beetje zonder een rotte Plaat.